Een hele goede avond, welkom bij Dommelland Live van woensdagavond 15 februari. We hebben vanavond, vind ik zelf, een hartstikke leuke uitzending met een mooi onderwerp. Het bruist namelijk van de muzikanten, de muzikaliteit. Straks later in deze uitzending spiritualiteit, coaching, mensontwikkeling en bezieling, schilderijen en kunst op Landgoed Velder. Maar we gaan eerst naar mijn eerste gasten. Namelijk aan tafel deze Ree van Weert van Boxtel's Harmonie. Van harte welkom. Nelleke Offermans, Popkoor Voices en Bas Oremans van Fanfare Concordia. Nou zit er een verschil tussen een fanfare en een harmonie, hè? Klopt. Ik ben al heel erg trots dat ik dat weet. Want wat hebben zij niet wat jullie wel hebben? Houten blaasinstrumenten. Oké. En andersom, mist een harmonie ook nog iets wat jullie dan een fanfare weer wel hebben? Bugels. De bugels. Ja. Oké, dan zijn die... Is het koperkleurig, goudkleurig? Ik heb ze gezien in het weekend. Het zijn een beetje dikke trompetten, zeg maar. Ja. Leuk. Desiree, ja, op 20 en 21 april gaan jullie een heel groot concert verzorgen. Namelijk Tell Me All About Musicals. Ja. Vertel eens. Ja, we gaan dus een musicalconcert geven met 4 zangers die dan alle liedjes gaan zingen. Dus wij doen alles instrumentaal begeleiden. Ja. Dus het zijn ook zangers met, die afgestudeerd zijn op het conservatorium. Dus echt speciaal daarvoor. Dus we hebben dit keer voor professionele mensen gekozen. Nou. Dus ik denk dat het echt een hele leuke avond gaat worden. Mooi. En dan, ja, het zijn niet de minste, hè, wat jij al zegt, afgestudeerd. Ruud van Overdijk heb ik gelezen, ja. Want die herkende ik nog van zijn deelname aan met de zoektocht naar Zorro. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. We hebben een heel klein fragment van Ruud in Zorro, want hij heeft de rol ook gespeeld al, hè? En die komt naar Boxtel? Die komt naar Boxtel, ja. Grandioos. Wat gaat hij zingen? Ja, uit Zorro denk ik dan? Nee, dat gaan we niet doen. We hebben eigenlijk nog geen keuze gemaakt wie welke nummers gaan zingen. Maar we spelen nummers van de oude klassiekers zoals Miss Saigon en Les Misérables. Maar ook nieuwe zoals Wicked, die nou heel hot is. Ja, ik ben er nog niet geweest helaas. Hij is echt heel mooi. Ja? Je hebt hem gezien? Ja, al 2 keer. Oh, was dat met, dat is toch, hoe heet ze nou die... Met Chantal Jansen en Willemijn van Kijk, ja. Goed, ja, die is echt heel goed. Hey, maar 4 goede gasten. Jullie hebben, las ik, contracten afgesloten. Dat moet allemaal natuurlijk zo formeel. Ja. Wie bepaalt nou het repertoire van zo'n concert? Hoe gaat dat bij jullie? Dit keer heb ik het bepaald. Mee bepaald in ieder geval, omdat ik zelf veel van musicals hou en weet. En daar hebben we met de muziekcommissie samen afgesproken. Leuk. Dus we zijn gewoon gaan zoeken bij verschillende arrangeurs die voor ons muziek hebben geschreven. En hoe kom jij aan jouw musicalervaring? Ja, ik heb eigenlijk een beetje een musicalverslaving. Oh. Ik ga ook vaak naar meerdere musicals. Oh. Dat vind ik leuk. Dus, kijken en heel veel kijken dus. Wicked zei je net al. Ja, Wicked ben ik dan 2 keer geweest. Maar bijvoorbeeld Petticoat ben ik 8 keer heen geweest. Waarom 8 keer deze week? Ja, het was zo leuk. En je bouwt ook een band op met de mensen die er spelen, zeg maar. Want we gaan altijd naar de artiestenuitgang. Oh. En dan mensen op de foto en zo. Dus ik ben wel een beetje... Je bent bekend daar. Ja. Oh. Dus zo ben ik ook bij Ruud terecht gekomen eigenlijk. En heb jij hem gewoon uitgenodigd? Nou... Ze hebben een mailtje gestuurd, maar wel via mij. Dus ze hebben een mailtje gestuurd, zij, dat is de Boxtel's Harmonie? Ja. Via jou? Ja. En zo van, ik sta volgende musical bij de artiestenuitgang? Nee. Of hoe, gewoon dat ik hem heb gezien en dat ik hem goed vond. En dat we daarom hem wilden hebben. En dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Gelukkig. Wat, ja, hij gaat dan mee repeteren, hè? Want jullie hebben er... ja. Nu, we moeten natuurlijk niet alleen maar over Ruud hebben. Ik kan het niet uit mijn hoofd. Ik had er dingen opgeschreven. Jullie hebben ook Saskia van der Staak, hè? Ja. Dat is ook een... die zit in de theatergroep Dantien in de Lucht. Ja. Ben jij daar zelf ook geweest? Heb jij haar ook zelf uitgekozen? Die andere drie heb ik zelf niet uitgekozen. Oké, die zijn dus... Die zijn via onze dirigent, zeg maar. Die heeft al samen met hun gewerkt. Ja. Dus die kenden hun al en daarom hebben we hun gevraagd. Ja. Ja. Leuk. Ingrid van den Nieuwenhuizen en Bart van Veldhoven. Die gaan ook optreden. Vertel. Ja, Bart van Veldhoven die heeft in het M-Lab een paar producties gedaan. Het M-Lab, zeg maar. Het M-Lab is in Amsterdam een soort van non-Broadway productiebedrijf. Dus ja, dat is ook best wel bekend. Hij heeft ook voor Joop van den Ende gewerkt al, dus dat is ook al redelijk goed. En Ingrid van den Nieuwenhuizen die heeft ook al een aantal dingen gedaan, dus ja, het is eigenlijk best wel leuke mensen om naar te gaan kijken. En jullie, jullie begeleiden ze, dat lijkt me fantastisch om dat ja, te kunnen. Sowieso kunnen jullie het, maar om dat ook te mogen doen. Ja, dus echt, de muziek is ook zo mooi om te spelen, vind ik zelf. Dus. Ja, dat zal ik wel. Kennen jullie een van de mensen waar we het net over hadden? Nelleke, ja Nelleke, volgens mij ben jij ook fan, of niet? Nou, ik ben wel fan, maar toevallig Ruud van Overdijk komt uit Oirschot. Oh, ja. En ik heb een verleden in Oirschot van x aantal jaren. Dus, en daar is de... Die familie van Overdijk best wel bekend. Aha, leuk. De, ja, jullie, maar jullie hebben het al zo druk, dacht ik. Want de Agema van Huis af Band is natuurlijk nu startklaar voor de carnavalsperiode. Want hoe gaat het daarmee op dit moment? Ja, ook heel goed. We hebben zaterdagavond ons waggelpodium, wat we elk jaar doen. Dus daar hebben we ook leuke optredens van onder andere Tessa Berkelmans en Kees Berkelmans. Dus ja, dat wordt ook een hele leuke avond als je van carnaval houdt. Nou, de meeste, heel veel mensen wel, hè? Want het loopt aardig goed met de carnaval. Even terug naar het musicalconcert. 20 en 21 april. Ja. Jullie geven het in het JRL, hè? Of jullie houden het in het JRL. Wat is de reden van die locatie? Ja, ik bedoel, ik ben enkel bij concerten geweest, bijvoorbeeld in de Dommelhal. Of is dat een vaste stek van jullie? Daar hebben we al een aantal concerten meer gehouden. En het is altijd een fijne locatie geweest, dus daar zijn we gewoon weer naar teruggegaan. Ja, nou ja, waarom ook niet? Daar is het goed bevalt. Moet er nog veel gebeuren voor jullie zover zijn? Want jullie hebben nu in feite de onderbreking met de carnaval. Ja, ja, we moeten nog sponsors hebben, dus als mensen willen sponsoren, heel graag. Ja, want het kost een paar cent. Ja, het kost heel veel. Want ja, die mensen komen niet voor niks, dat weten we allemaal. Hè? Dus daar moet je inkomsten voor hebben. Ja. Ik weet niet hoe dat bij de fanfare gaat, maar goed, je moet budget hebben. Dat is lastig. Want hoe gaat dat nu in tijden van crisis, bezuinigingen? Merken jullie daar als Boxtel's Harmonie iets van? Ja, op het moment zijn er gewoon nog niet zo heel veel sponsors die zich aan hebben gemeld. Dus daarin merken wij het zeker. Ja, maar goed, je hebt nog even. We hebben nog even, dus... Maar goed, ze horen nu ook en ze lezen natuurlijk ook bij jullie wie er komen optreden. Ja. Hoeveel mensen kunnen jullie plaatsen in het JRL voor je optreden? 250 tot 300 mensen. Nou, dus. En dan 2 keer? Ja. Mooi. Misschien zo meer, maar ik stroom door naar Nelleke. Nelleke van Popkoor Voices. Voices is ontstaan, heb ik begrepen, uit gebrek aan het tussenkoor in Liempde. Wat weet jij daarvan, Nelleke? Nou, ik was toen nog geen lid van Voices, dus het is eigenlijk van voor mijn tijd. Maar wat ik begrepen is, waren er toch wel wat... nou, ik wil geen zeggen jonge ouderen, maar jongeren die niet bij een jongerenkoor pasten. En ook nog niet bij een klassieker of... Ja, en er was gewoon behoefte aan een popkoor. Ja. En toen is dat ontstaan. En jij, hoe lang zit jij er nu bij? Ik denk nou 2 jaar. Dus nog niet zo lang. Maar dat komt eigenlijk ook wel... Ik heb in de tijd meegedaan met The Sound of Music. Dat was na mijn periode in Oirschot. Zuster Nelleke? Ja. Non-Nelleke. Moederoverste, sorry. En na de hand meegedaan met De Rattenvanger van Hamelen. En ja, ik wilde blijven zingen. En nou sprak dus... Voices mij aan, omdat ik wist... Ik kende er al wat vrouwen van, want dat waren de dames die bij mij het nonnenkoor hebben gevormd. Ah, zo graag. En dat was ook zo. Toen ik daarvoor... niemand wist eigenlijk dat ik kwam. Alleen iemand van het bestuur. Dus ik kwam binnenlopen. En er kwam al meteen... Hey, moeder overste! Leuk. En dat voelde als een warme deken. Ja, want het was best spannend. En dat was zo ontzettend leuk. Ja. En ik moet zeggen, ik voel me daar ook helemaal happy. Nou, mooi zo. En daarom hebben we ook dit jaar Happy Voices 2012. Een mooi bruggetje, vertel. Dat is, de titel, april. Dat is de titel van het concert wat we gaan geven op 21 april. In de Serenade. In de Serenade. Bekend adres, hè? Ja. Ja, daar oefenen we ook op maandagavond altijd. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk een thuisfeestje, ja, zeg maar. En het is 's avonds om 8 uur, zaterdagavond. En om 7:30 gaan de deuren open en mogen ze allemaal binnen. Goed, daarover meer. Maar we hebben een klein stukje van Voices gevonden van 2007. Het was met de Stripe Big Band. Een klein fragment van Popkoor Voices. Ik zie jou helemaal glunderen, Nelleke. Allemaal happy mensen. Ja, leuk, leuk. Een happy concert, happy voices. Ja. Swingt de pan uit. Ja. Was dat niet vorig jaar, of het jaar daarvoor, hebben jullie ook weer een special act optreden? Want was dat toen niet Arthur Brandt? Die alles aan elkaar praten? Ja, ik was daar toen niet bij. Maar dat, en dit keer gebeurt dat weer natuurlijk. Hè. Er is weer iemand benaderd. En die gaat weer een leuke act ervan maken. Is dat een groot geheim nog? Ja, daar heb ik het liever nog niet over. Want ik vind eigenlijk, ja, de mensen moeten maar gewoon komen kijken. Het wordt gewoon een hele gezellige avond. Ja. Met allerlei verrassende effecten. We hebben ook een optreden nog tussendoor. Zodat we een keertje kunnen omkleden. Of, ja. Maar ook dat, de mensen moeten maar gewoon komen kijken. Het is gewoon heel gezellig wordt het. En op zich maakt het niet uit, want ik zat net te denken, 21 april, nou goed, degene die dan de 21ste, die kan naar de Serenade, dus dat komt helemaal goed. Waar kunnen we aan de kaarten komen voor mensen die willen? We beginnen 21 februari met de voorverkoop. Dat is al bijna. Net dat is bijna, ja. En het fijne is dat dat bij de cadeaushop De Slaaphoek in de Bruckelse straat... kunnen de mensen daarvoor 7,50 kaartjes gaan kopen. En bij de groentespeciaalzaak hier in Liempde, de Pompoen. En ook via de website. Daar wordt nog even aan gesleuteld, dus we kunnen het misschien niet meteen volgende week, maar er komt zeker een link. Mm-hmm. En dan kunnen de mensen ook kaartjes gaan bestellen. Kijk, dat is mooi. En dan hoeven we niet zo lange rijen bij de kassa te staan, want dan hebben ze al een kaartje. Dan kunnen ze gewoon lekker naar binnen komen, een drankje nemen. En dan... Ja. Ja. Geldt voor jullie natuurlijk ook, hè? Boxtel's Harmonie. We moeten natuurlijk even de kans geven. De kaarten, de kaarten. Waar kunnen mensen terecht? Bij Kapsalon Iris en bij sigarettenwinkeltje Voets. Daar zijn ze te koop, maar ook op internet via onze website. Ja. En ook telefonisch. En dat telefoonnummer kun je ook terugvinden op de website. Nou, prima. Dus in ieder geval, ja, de website tegenwoordig is onmisbaar, hè? Nelleke, jij wilde eigenlijk nog een oproepje doen, want jullie zoeken nog iemand voor het concert, hè? Ja, eigenlijk, het is wel erg kort, want we zoeken eigenlijk een gitarist die het combo een beetje kan gaan versterken. We hebben een enorm goede toetsenman en we hebben een hele goede drummer. Maar als daar een gitarist naast zit, dat geeft toch een beetje meer body. En ja, als iemand zich aangesproken voelt... Ja, precies. Kan de buurman niet eens regelen, Bas? Nee. Werkt dat zo niet? Ik speel geen gitaar. Nee, maar je kent vast een heleboel mensen. Ja, maar we hebben al heel veel mensen aangesproken. En het is toch wel, het is wel weer een verplichting die je aangaat, denk ik. He, want ja, als jij je aansluit bij een koor, wat muziek gaat... Je moet het wel even smeuig brengen. Ja, je moet het wel smeuig brengen, want een gitarist voor Popkoor Voices voor het concert. Ja. Nou, Nelleke, het is jouw ding vanavond, want jij hebt eigenlijk nog een vraag aan mij gesteld. En het gaat over een goed doel. Ja. We hebben er een dia van gemaakt die wat mij betreft voorbij mag komen. Hier hebben we hem. Ja. Vertel Nelleke waar jij ook heel even graag de aandacht voor wil hebben. Zuster Darlene. Die woont hier in het kleine kloostertje in de Prins Hendrikstraat. En die wordt nu weer teruggezonden naar de Congo. Mm-hmm. En zuster Darlene die heeft hier heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Vooral ook in het verpleeghuis Lidwina, waar ze zondags muziek maakt voor de mensen. Ze is nu op gitaarles gegaan. En zij wil in de Congo de kinderen daar zangles en gitaarles gaan geven. Mm-hmm. En dat wil ze doen in een soort van gemeenschapshuis / kerkje. Dat zijn nu 4 palen en een dakje. En dat dakje is al een keer ingestort. Dus het is heel jammer dat ze daar geen plek voor heeft. En wat nu de bedoeling is, is dat er op 4 maart een benefietconcert wordt gegeven door het Wereldkoor. En ook het Dukeskoor doet daar aan mee. Mm-hmm. 'Smiddags om 2 uur. En, in de balnoten. In de balnoten. Ja. En daar, de opbrengst is voor zuster Darlene. Ja, en je kunt, heb ik gelezen, het is een liedjesveiling. Mensen kunnen bieden op de liedjes. Heel leuk, maar ook dat zal op internet natuurlijk terug te vinden zijn. Over opleiding gesproken, Desiree. Boxtel's Harmonie leidt op, hè? Ja. Vertel eens hoe dat gaat. Hoe jong kun je je aanmelden? Vanaf 8 jaar. Ik zit zelf ook in de opleidingscommissie, dus ik regel zelf eigenlijk ook heel veel voor de leerlingen. Dus we doen heel veel leuke dingen zoals voorspeelmiddagen 1 keer per jaar. En afsluiting van het seizoen en leuke concertjes. Dus het is echt heel leuk om als leerling bij ons te komen. Ja, dat zou ik ook denken en zeggen natuurlijk. Maar dat doet Fanfare Concordia ook. Ja, ja. Fanfare Concordia, Bas Oremans aan tafel, zoals ik zei, is een oude vereniging. Opgericht in 1864. Ongeveer 1/3, heb ik gelezen, is jonger dan 19 jaar. Ja, ja. En hoeveel leden waren er ongeveer? 90, las ik dat goed? Ja, rond die koers ongeveer. Hoe komen jullie aan zo'n grote groep jeugd? Ja, dat is, het leeft blijkbaar toch onder de jeugd. En, we gaan er natuurlijk ook heel zorgvuldig mee om. We organiseren leuke dingen voor onze jeugd. Hebben speciale aandacht met kinderconcerten, met inderdaad ook voorspeelochtenden. Mm. Dat soort dingen allemaal. En proberen onze jeugd ook meteen zoveel mogelijk bij het hele grote gebeuren te betrekken. Ja. En dat geeft snel een sterk gevoel van betrokkenheid. Wat maakt dat de binding met de club wat groter wordt. En ze ook wat langer blijven, zeg maar. Want dat is wel heel fijn, hè? Dat geldt voor iedereen. Jonge aanwas is gezond, het stroomt allemaal lekker door. En het groeit, de jeugd heeft de toekomst. Ja, precies. 16 maart is het eerste promconcert. Ja, de premièreavond. De premièreavond. We kunnen een klein stukje laten zien, Bas, van het promconcert van 2009 met een bijzondere solo. Ja, ja. Ja, het was erg mooi. Tijdens dat concert een flinke uitdaging voor ons. Het was een lastig stuk en zo hebben we ook dit concert er een lastig stuk tussen zitten. Dans Macabre. Dat was Dans Macabre. Ja, en dit concert hebben we, en dat is wel grappig, want dat is dan meteen de link naar de musicals. Want wij hebben wel een stuk uit Zorro in ons concert zitten. Het thema van de promconcerten is A Tribute to Our Heroes. Dus er komen allerhande helden aan bod. Er zijn musicalhelden die bezongen worden. Maar ook filmhelden, televisiehelden, helden uit de geschiedenis. Een dansheld, even denken, Ook bijvoorbeeld, we hebben een prachtig stuk Rainbow Warrior. Gaat over het schip van Greenpeace. Ja. Waarin eigenlijk een walvisvangst uitgebeeld wordt. Wat daarvoor strijd aan te pas komt en dergelijke. Ja. En ook jullie, want ik onderbreek je even, ook jullie hebben niet zomaar de minste gastoptredens. Nee. Want de zang wordt ook verzorgd door bekende namen, hè? Ja, nou ja, in ieder geval bekende namen in Liempde en Boxtel zijn natuurlijk Tessa Berkelmans. Ja. We hebben een rockband, Buckshot, die hier ook regelmatig in de omgeving terug te vinden is. Een bekende naam, niet qua zang, maar qua muziek, is Danielle van Berkom. Ik kan spreken. Ja, Danielle van Berkom. Is bekend van vorig jaar Hollands Got Talent. Ja, violiste, hè? Violiste, elektrisch violiste. Maar komt die hier ook uit? Zij woont in Boxtel. Dat wist ik helemaal niet. Ja, zij woont in Boxtel. Goed, hè? Ja. En we hebben nog een tenor. Marco G. Boers, die heeft internationale ervaring. Dus we hebben flink wat gasten binnen proberen te halen. Om een zo gevarieerd mogelijk programma te creëren. Want waar proms om gaan is natuurlijk ook klassieke en moderne muziek dicht bij elkaar brengen. Ja. En dat hebben we geprobeerd met deze nieuwe prom ook weer. Dus. Nou, Boxtel's Harmonie, Fanfare Concordia. Ja... Waarom ga je nu niet een keer iets met z'n drieën doen? Het koor erbij, de muziek. Nou, we hebben de ruimte volgens mij. Ja, wie weet. Ja. Je kunt het nee zeggen. Nee, maar dus een paar jaar terug was het 100-jarig bestaan van de harmonie in Boxtel. Ja. En toen is er een gezamenlijk concert geweest met alle orkesten uit de gemeente. Ja. Dus leuk. Ja. Mogelijkheden te over. Ja, precies. Dan kun je ook eens uitwisselen. Ik zat maar even te denken. Ik heb er ook eigenlijk niks mee te maken. We hebben ook voor Fanfare Concordia even een dia in beeld. Zodat de mensen thuis kunnen kijken hoe ze aan die felbegeerde kaarten kunnen komen. Ja. Jij vertelde mij gisteren, Bas, er zijn nog maar een paar kaarten. Heb ik dat goed gehoord? Ja, de zaterdagavond is volledig uitverkocht. De zondagmiddag, er zijn nog enkele kaarten voor verkrijgbaar. En dat geldt hetzelfde voor de premièreavond. En hoeveel mensen kun je kwijt per avond? We hebben er bewust voor gekozen de zondagmiddag wat rustiger te laten. Omdat we denken dat daar ook wat meer publiek zal komen wat ook graag wil zitten. Dus we moeten wat meer zitplaatsen creëren dan. Dus we zitten op de vrijdag en de zaterdagavond aan een maximum aantal van 200 personen. En op de zondag om en nabij de 150. Ja. Ja. En die premièreavond, dat is iets anders geregeld, vertel eens. Ja, de premièreavond is een avond waarbij we onze gasten en onze sponsoren ontvangen. En die avond is inclusief drank en hapjes. Is ook wat duurder qua entreeprijs natuurlijk. Maar dat is ook de extra schoen die aan een premièreavond zit, zullen we maar zeggen. Sowieso is dat. Nelleke, Popkoor Voices nog heel even terug. De gitarist, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja. Heeft Voices nog ruimte voor nieuwe leden, Nelleke? Ja, altijd. Ja? Wat zoeken jullie? Ja, eigenlijk alle stemmen, dat maakt niet uit. Want op het moment dat ze bij ons komen, dan zingen ze mee. En dan wordt het bekeken van wat voor stem heb je. En ja, ze zingen een keertje mee gewoon voor de lol. En blijven dan plakken. Ja, en dat is heel geweldig. Even de sfeerproeven. Ja. Ja. En dat gaat echt leuk. Ja. En dirigente is? Mirjam, hè? Ja, Mirjam de Boer. Leuk. Ja, ik wou nog één ding eigenlijk zeggen, want je had het ook over sponsoring en geld en alle dingen. Daar komt het aan. Nee, heel goed. Natuurlijk proberen wij ook sponsors te krijgen. Alleen om de kosten een beetje te drukken, zijn er ook samenwerkingen. En dat wil ik eigenlijk ook wel benadrukken. Wij kunnen van... het decor gebruiken. De doeken. En, dus er is een goede afspraak over dat het opgeslagen wordt in de tussentijd. Dat het even weggelegd moet worden. Want we vertellen niet wat het is. Nee, het moet allemaal wel een verrassing blijven. Nee, dat hadden we al afgesproken. Ja. Maar het wordt heel apart. En dat is erg fijn dat je daar ook alweer een stukje rust. Wij hebben daar een stukje rust door. En dat is natuurlijk ook fijn. En dat zijn geen kosten. Nou, precies. En je hebt de locatie, hè? Die kunnen jullie delen. Want jullie moeten echt alles gaan opbouwen daar. Hè? Ja. Vertel eens hoe dat gaat voor jullie concert. Ja, we gaan dus vrijdagmiddag alles opbouwen daar. We maken ploegen met wie wat gaat doen. En het gaat natuurlijk ook om de aankleding. We hebben tot nu toe al veel posters van musicals gekregen. Dus die kunnen we dan overal ophangen. Oh, ja. Dus dat is ook wel een leuke versiering. Heb je dat nog nodig? Ja. Posters allemaal, musical posters. Allemaal, want ze is sowieso fan. Ja. Ja. Dus hangt ze thuis. Nee. Ja, dus het wordt ook een mooi decor. Ja, dan blijven jullie daar het hele weekend. Ja. En is maandags eruit, want het is weer school. Of hoe gaat het? Zondag. Oh, ja, zondags gaan we alles opruimen. Weten wij iets van, hè? Hoe druk het dan kan zijn. Ja. Heel erg leuk. Jullie zoeken natuurlijk allemaal, alle drie altijd leden welkom. Ja. Altijd. Ga naar de website, beste mensen. Informeer gewoon en kijk. Van harte welkom. Jullie wens ik ontzettend veel succes met alle concerten. Dankjewel. Dankjewel. Ga er sowieso naar enkele toe als ik kan. En muziek, een mooi ding. Dankjewel dat jullie mijn gast waren van vanavond. Wij gaan zo meteen verder met kunst en spiritualiteit in het Groene Woud en op Landgoed Velder. We hebben daar alvast een sfeerimpressie van. Een instart over de heer Frans van Boekel, Landgoed Velder. Landgoed Velder, een heel oud landgoed. Reeds bekend sinds 1384. Sinds 1851 bij de familie van Boekel in bezit. Zoals u ziet, het is een vrijwel rond landgoed, heel uniek, met een hele grote weerribben rondom gelegd, aangelegd voor het wild destijds. Velder is een heel belangrijk veld, landgoed, bosgebied geweest van de heren van Boxtel, van het kasteel Stapelen, want jacht speelde voor de heren een heel belangrijke rol. Rond 1851, zoals ik zei, is het gekocht door de familie van Boekel. Toen ze het kochten, was het totaal kaal geslagen. De vorige families, die het dus na de heren van Boxtel van Stapel hebben gekocht, hebben het 20 jaar in bezit gehad en hebben alle bomen, die stonden er heel veel, weggehaald. Dus gekapt, om dat ten gelde te maken. Goed, 1851 heeft mijn overgrootvader het gekocht en is dus begonnen met het planten. Zoals u ziet, het is een landgoed met een sterrenpatroon. Het is ook een monumentale historische buitenplaats met een van de grootste en best bewaarde sterrenbossen zelfs van Nederland. De lanen waren destijds dus kaal geslagen. Daar is de familie van Boekel dus mee begonnen om die te herplanten en die charme en de eigenschappen van dat sterrenbos weer terug te brengen. Het sterrenbos overigens is rond 1750 aangelegd, ook door de heren van Boxtel. Coaching, mensontwikkeling en bezieling, dat is waar, als ik het goed zeg, Anam Cara zich mee bezighoudt. Welkom Yvette Leidelmeijer. Dank je. Zometeen wil ik daar heel graag met jou over praten, maar ik schiet maar even meteen naar mijn buurvrouw aan de linkerzijde, namelijk Gerda van Boekel. Van harte welkom. En Emmy Schippers. Jullie hebben samen een prachtige expositie op de planning staan op Landgoed Velder. En wij vinden het leuk om jullie voor te stellen door middel van de film die we gemaakt hebben in jullie beide ateliers. Oh. vinden jullie dit om dit zelf terug te zien? Nou, ik vind het best wel goede indruk maken. Ja? Ja, want het is heel grappig. Vind je het, oké. Ja, ik vind het heel grappig gedaan. Ook vooral het shot van de bossen eerst. En, mooi. Ja, prachtig. Ja. Ik vraag dit met een reden, omdat ik wel hoor... Geen idee of ik ernaast zit, dat met name kunstenaars zo ontzettend kritisch zijn op zichzelf. Dus ik dacht van, ik wil eens even kijken wat dit met jullie doet. Van, kruip je daarvoor weg of kun je jezelf heel goed bekijken op beeld? Daar was ik benieuwd naar. Oké, ja, je ziet natuurlijk wel bepaalde dingen van jezelf. Ja. Maar die ga ik hier niet vertellen. Nee. Okay. En nou, ik was ook al blij dat ik hem van tevoren al een keer gezien had. Ze was al voorbereid. Ja. Straks met Yvette wil ik graag praten over bezieling. Maar in feite, voor mij voelen dit soort dingen precies hetzelfde. Of precies hetzelfde. Dat is natuurlijk enorme passie en drive. En vanuit binnen, vertel eens. Er zitten denk ik wel heel veel raakvlakken in. Als ik mijn eigen verhaal vertel... Ik wilde altijd naar de kunstacademie, maar ik kwam uit een groot gezin. Mijn broers mochten wel, maar ik was een meisje en ik mocht niet. Oh, ja. En in 1992 hoorde ik van een academie in Arendonk. En ik denk, zou ik dat kunnen, part-time? Ik had 3 kleine kinderen. Ik denk, dat lukt me nooit. Maar ik kreeg rust, ik ging naar Oostenrijk op vakantie en ik zat daar op het balkon. Ik denk, natuurlijk kan ik dat, ik wil dit. En met elke vezel in mijn lijf wil ik dit gewoon. Ik ga het gewoon doen. Ja. Moedig, welke obstakels ik ook tegenkom. Ja. Heel knap. Voorbeeld voor velen, om het maar gewoon te doen. Schilderen, de schilderen geef je aan. Je voelde het van binnenuit, hè, Gerdy. Je wilde dat echt doen, de opleiding gedaan. Hoe ging dat met jou, Emmy, met je keramiek? Hoe is dat ontstaan? Het is ook eigenlijk plotseling ontstaan. Ik ging eigenlijk bij de Pieter Breugel, dat is een kunstcentrum in Veghel, ging ik kijken omdat ik wilde beeld houden. En daar stond iemand met klei. En die was zo enthousiast bezig. En de manier waarop die man met mij daarover sprak, dacht ik, dit moet ik hebben. En toen ben ik bij hem een les gaan nemen. Dat heb ik een jaar of 7 gedaan. En toen kon hij me eigenlijk niet zo heel veel meer leren. Moest ik gewoon zelf verder gaan. En toen ben ik verder mezelf gaan ontwikkelen. Dus ja, eigenlijk min of meer een autodidact. Ja. Maar als ik terugkijk, zou ik ook eigenlijk de kunstacademie eigenlijk ook wel graag gedaan hebben. Maar dat is niet zo... Het was toen in ieder geval geen keuze voor mij. Nee, is niet zo gelopen. Nee, niet zo maar zo te zeggen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet in dit gebeuren qua kunst? Nou, ik ben wel eens op een keramiekroute geweest waar ik Emmy's werk heb gezien. Ik heb ook wel met Emmy gewandeld. Oh, ja. En door een wederzijdse vriendin, die gaf eigenlijk de tip van... Het zou ontzettend leuk bij elkaar zijn. En toen hebben we een afspraak gemaakt en we gaan kijken. En het was eigenlijk heel snel. Het was snel, was gelijk. In een seconde, ja. Wat fijn, hè? Ja. Wat ik er bijzonder aan beluister is het luisteren naar je gevoel, daarna handelen. Ja. Dat zal ongetwijfeld Yvette ook aanspreken. Mij persoonlijk ook. We hadden het altijd heel sterk als we dat doen. Ja, klopt. Ja. Landgoed Velder in Huize Grootvelder is de expositie. Nou, de achternaam van Boekel. Wat mogen wij weten over de familielijn waarin jij, hoe jij zit, zeg maar, in de familieverbanden van de bekende familie van Boekel natuurlijk. Ik ben getrouwd met de oudste zoon, Frans. Die ook nog in Grootvelder geboren is. Mm. Toen ik trouwde met hem was het huis ook leeg, dus ik ben er ook nog in getrouwd. Nou, en nu was het ook plotseling weer leeg. Dus hebben we van de gelegenheid snel gebruik gemaakt. Ja. Ik heb wel even toestemming gevraagd aan de 2 broers en de zus van Frans of zij het ermee eens waren dat wij dit gingen doen. Ja. Maar die waren meteen, lijkt me ook een ontzettend inspirerende omgeving, sowieso, hè, in het bos. Ja. Nooit hetzelfde? Het is iedere dag anders, ja. Zelfs het pad naar mijn brievenbus is iedere dag anders. Jeetje. Ja. Mooi is dat. Ja, beeldend bezig zijn. Wat heeft dat voor jullie, als je dat al kunt beschrijven, wat voor effect heeft dat op jullie als persoon? Waarom vraag ik dit? Er zijn ook een heleboel mensen die dat niet doen. Niet dat ze dat moeten doen. Maar die naar de werk rennen, in de auto springen, naar de volgende vergadering. Wat zijn voor jullie de positieve dingen die uit het beeldend bezig zijn? Ja, Hoe kun je dat beschrijven? Ja, voor mij is het iets van, ik sluit me even af en ik kom helemaal in evenwicht. En ik ben, ik denk dat ik in een soort vorm van mijn grootste zijn vertoef dan. Ik vind het ook vreselijk als er dan iemand op mijn raam klopt of dat er telefoon gaat. En de tijd vliegt in 2 seconden en dan ben ik uren bezig geweest. Ja. Lijkt 2 seconden. Ja, ik vind het wel vergelijkbaar, ja. Je verwerkt veel erin, vind ik. Je kunt jezelf erin kwijt. Dingen die je meemaakt, of die komen via de klei, vinden die wel weer een uitgang eigenlijk. Ja. Dus een inspiratiebron is ook de hele wereld om je heen. Alles heeft invloed, ja. Alles heeft invloed. Ik moet ook iedere dag eigenlijk even aan de klei zitten. Ik vind ook het enige vervelende van op vakantie gaan, dat je het niet mee kunt nemen. Want ja, het is zo zwaar ook. Ja, maar ook het is heel, heel kwetsbaar. Dus, dus vakantie gaan is leuk, maar de klei achterlaten vind ik toch altijd moeilijk. Interessant. Ja. Ik zag op het filmpje, ja, heel praktisch. Ja. Je kleidt ook met je sieraden. Ja, het moet gewoon... Dat gaat allemaal door. Dat gaat allemaal door. De klei is toch... Ja, het is zo natuurlijk iets. Dat was je er weer af. Ik vind ook nooit ergens door mijn huis wat klei hier en daar. Dus schoonvuil vind ik dat. Nou, prachtig. De expositie, want dat is natuurlijk de aanleiding om jullie met heel veel plezier uit te nodigen hier aan tafel. Hebben jullie een thema wat je wil overdragen? Of hebben jullie een boodschap? Of... Nou, we hebben wel het huis zo ingericht dat alle kamers een eigen sfeer hebben. Mm-hmm. In het huis is een grote zaal en... ik wil het eigenlijk niet meteen verraden, of wel? Nee. Nou, we hebben namelijk wat beelden van de inrichting. Beelden, maar toen was het nog niet klaar. Nee, maar zullen we daar even naar gaan kijken? De inrichting van de expositie, want dat kost ook veel tijd, hè? Ja, we hebben veel tijd aan. Prachtige omgeving om te exposeren natuurlijk. Daar heb je volgens mij alles waar je, wat erbij bij past, wat bij hoort. Met name ook dat het buiten komt naar binnen toe. Dus als je boven ook door de ramen heen kijkt, de natuur, de vijver. Het is gewoon prachtig. Alles vult elkaar aan. Ik kan me eigenlijk geen mooie omgeving voorstellen. Nee, maar de titel is ook, het is nog even winter op Velder, met een knipoog naar de lente. Mm-hmm. En als je dus de zaal binnenkomt, dan gaat het over winterlandschappen, die we dus ook net gezien hebben. Nou, stap ik persoonlijk niet zo snel binnen, want dat ligt dus aan wie ik ben, hè, en nog te doen heb. Bij een expositie, als ik de mensen niet ken. En waarom? Dan denk ik van, moet ik dan iets kopen of ik ken ze niet... Is het, wat is jullie visie hierop? Ik denk dat het heel prettig is om het huis binnen te komen. Er zijn verschillende vertrekken. Dus je kunt ook gewoon je eigen gang gaan. Je kunt naar boven toe lopen. Wij zijn met z'n tweeën, we kunnen niet overal tegelijk zijn. Nee. Dus de mensen kunnen toch best wel anoniem naar binnen en hun eigen ding doen. En, Ze mogen ook zelfs bellen als ze niet kunnen op die datum dat de tentoonstelling is. Ja. Om van tevoren te komen kijken. Prachtig. En er is een wandeling. Ja, dat heb ik gelezen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Je kunt het combineren met een wandeling. Ja, ja, super aantrekkelijk. Ja. Een wandeling op Velder natuurlijk. Ja. We hebben de plattegrond bij de hand dan. Ja. Prachtig. Ja. Het is niet gelukt om de sneeuw te laten liggen. Maar ja, dat is wel net. Ja, goed, het is wat het is, hè. Met de natuur. Ja. Mensen hoeven dus... Dat is, ja, ze hoeven niks te kopen. Ze mogen ook gewoon genieten van de kunst. Hè? Want dat is vaak een drempel voor mensen. Oh, nee. Ja. Ze mogen gewoon binnenkomen, ze hoeven geen entree te betalen. Ze worden gewoon allemaal hartelijk ontvangen. En we zijn blij met iedereen. Ja, ja, mooi. Goed om te horen. Ga alvast even naar Yvette van Anam Cara uit Liempde. U kunt daar als mens onderweg, heb ik er zelf van gemaakt, terecht om, wanneer u op een pad door het leven gaat, om even een helpende hand aan te nemen en om verder te gaan. Yvette, op jouw website heb ik onder andere gelezen: het is mijn persoonlijke overtuiging dat het iedereen gegeven is zijn of haar leven vorm te geven vanuit authentieke kracht, passie en bezieling. Ja. Nou, we zijn klaar. Ja, goed samengevat. Ja, precies. Hoe gaat het? Vertel eens, probeer eens kort te vertellen wat Anam Cara, waar die voor staat. Oké. Okay. Anam Cara, waar die voor staat. Waar jij voor staat dan, hè? Okay. Waar ik me op richt is mensen te helpen om contact te maken met hun kern, met wie ze werkelijk zijn. En van daaruit met hun diepste verlangen. Mm-hmm. En om dat vervolgens vorm te geven vanuit hun talenten en kwaliteiten. Mm-hmm. Dat is goed. Maar voor mensen die echt zoiets hebben van... ho, mijn binnenste, mijn ziel, wie ben ik? Ik loop vast, ik heb hulp nodig. En heb ik nu ook nog een ziel of een bezieling? Wat kunnen mensen verwachten als ze bij jou, zeg maar, aanmelden? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, een van de eerste vragen die ik zal stellen is... wat kan ik voor je doen? En daar gaan we al een beetje op zoek naar wat is de essentie van je vraag. Mm-hmm. Waar gaat het ten diepste om? Vervolgens zal ik gaan vertellen hoe ik werk. Ik werk heel veel buiten in de vrije natuur. En dat betekent dat we ook meegaan in de seizoenen. Dus als iemand komt, dan... ik werk altijd een jaar rond. Wat is daar de reden van? Omdat in de natuur zit een hele mooie wijsheid. Als je een jaar rondmaakt in de natuur, dan heb je alle seizoenen meegemaakt. Mm-hmm. En dan wordt ook voor jezelf duidelijk welk seizoen spreekt jou het meeste aan. Hè, is het die lente waarin al het nieuwe zich kan ontwikkelen? Is het de zomer waarin je volop in bloei staat? Of is het juist de herfst waarin je loslaat? Of de stilte van de winter? Mm-hmm. En als je dan met jouw vraag door die seizoenen heen loopt... dan krijg je vanzelf steeds meer antwoord. Ja. Door te zijn in de natuur. Ja. We maken dan gebruik van wat in de Jungiaanse psychologie projectie genoemd wordt. En het betekent zoveel dat als ik op weg ga in de natuur met een bepaalde vraag in mijn hoofd... daar waar mijn aandacht naartoe getrokken wordt, zal mij vertellen over het antwoord. Mm-hmm. Een schilderij waard. Ja. Nou, het lijkt een beetje op mijn verhaal, hoe ik schilder. Ja, het was heel mooi, wat me ook raakte in jouw verhaal. Of toen je begon ook, hè, dat je zoiets had van, nou, hoe dan ook, het moet eruit. Het moet. En dat is een beweging van binnenuit. En dat is wat ik bezieling noem, en wat ik passie noem. Ja. En dat is waarvan ik denk dat iedereen dat heeft. Ja. Ja. Nu worden wij dus, zoals ik het even nu schets... Ik kan puur over mezelf praten. Vaak geleefd als je niet oplet door de agenda of wat de familie denkt of wat de buren denken. Dat is een grote valkuil voor velen. Wat kunnen mensen bij jou verwachten aan hulp? Dan wat je zegt, oké, we proberen naar binnen te keren. We gaan de natuur in, de seizoenen. Hoe concreet kun jij iets schetsen? Ik neem aan dat jij niet voor iedereen eenzelfde programma hebt. Ik heb voor niemand hetzelfde programma. Nee. Even kijken wat je me nou vraagt. Ja, waarschijnlijk 6 dingen door elkaar, Yvette. Nou, okay. Stel dat inderdaad iemand vraagt van, nou, ik word geleefd. Ja. Nou, goed voorbeeld. En ik word geleefd. Hoe ga ik daarmee om? Ja. Dan zal een van de dingen zijn wat ik je vraag is, wat is het wat je werkelijk wil? Mm-hmm. Maar dat is nou zo moeilijk. Ja, dat is, een hele mooie vraag. Wat is het wat je werkelijk wil? Ja. En dan kom je misschien wel tot de conclusie dat je zegt, ik weet niet wat ik wil. Oké, en dan gaan we stap voor stap aan de hand van maanthema's vanuit het Keltisch shamanisme. Ja, want dat gaan we afpellen. Keltisch is met name ook wat jij belangrijk vindt, waar jouw leer zit of waar jouw link zit om het te brengen? Dat is een van de ingangen waarin we het benaderen. De thema's zijn erop gericht dat je stap voor stap af gaat pellen van wat is nou inderdaad waarom jij je zo laat leven door de buitenwereld. Ja. En wat maakt dat jij misschien zelfs vergeten bent met wat je nou werkelijk zelf wil. Mm-hmm. En vervolgens gaan we dan met de thema's kijken wat, als je al ontdekt hebt wat het is wat je wil, wat blokkeert je dan om dat ook werkelijk buiten jezelf neer te zetten? Hoe kan je dat als je daarachter bent gekomen vanuit evenwicht naar buiten brengen? Hoe kan je dat in een stroom naar buiten brengen zonder dat je in de hoogste versnelling moet of juist alleen maar achterover leunt? Mm-hmm. En wat heb je nodig om dat uiteindelijk tot bloei te laten komen? Dus zichtbaar te maken, buiten jezelf neer te zetten. Hoe kom jij aan al deze wijsheden, ervaring, talenten? Dat was een vraag die zij mij van tevoren stelde. Ja, dat leek me te staan. Ja, dus, toch van waar het vandaan komt. Ja, nou, mooie vraag. Ja. Okay. Ik heb zelf een 12-tal jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Als leidinggevende, maar ook als coach. En ook als headhunter. En een van de opmerkingen die ik altijd kreeg, mijn interviews waren het langste van allemaal. Omdat ik zo geïnteresseerd was in wat beweegt jou. Mm-hmm. Wat maakt dat je doet wat je doet. Mm-hmm. En van daaruit is de beweging gekomen dat ik wilde weten, wat is het wat iemand bezielt. Ja. Nou, en dan ben ik nu ook weer 12 jaar verder. Maar toen ben ik gaan kijken naar spiritualiteit. De verbinding met de natuur kwam om de hoek kijken. Het Keltisch shamanisme kwam om de hoek kijken. En daarin zitten allerlei instrumenten als het gaat om de elementen. Hè, dus water, vuur, lucht, aarde. Die je helpen om er op die manier naar te kijken. En je hele concrete handvatten geven om het ook werkelijk te gaan toepassen. Mm-hmm. En een concreet handvat kan zijn? Even kijken. Spreek niet meer met die af. Gooi je agenda leeg op maandag. Of hoe moet ik het zien? Nee. Als iemand nou zegt van oké, ik heb begrepen wat ik werkelijk wil. Ik wil namelijk gewoon ruimte vrijmaken in mijn agenda. En ik wil tijd hebben om zoveel uur per dag in stilte te zijn. Of met mezelf met een goed boek. Ja. Dan is mijn vraag, en wat weerhoudt je? Nou, en dan vertelt die ander de telefoon gaat. Of die vraagt wat aan mij, die vraagt wat aan mij. En dan vraag ik, en wat gebeurt er dan als iemand dat aan jou vraagt? Dus in feite wat Gerda net aan het vertellen was. Hè, ik ben bezig en ik vind het heel vervelend als er iemand op de deur klopt of aanbelt, dat soort situaties. Hoe ga jij ermee om? Doe jij wel open, Gerda? Nou, ik hoef geen telefoon mee te nemen. Ik kan afspraken maken met mensen dat ik niet gestoord wil worden. Dat is wel vast een hele... Dat zijn hele concrete. Als je in het Keltisch shamanisme werken we heel veel met het levenswiel. Dat is even het beeld dat dan jouw leven draait als het ware als een cirkel om jou heen. En iedereen wil dat dat op een hele evenwichtige, plezierige manier gaat. En bij de meeste mensen gebeurt dat niet altijd even evenwichtig. Nee. Ik denk bij bijna niemand, hoor. Okay, goed. Nou, jij staat als mens in het centrum van jouw levenswiel. En op het moment dat jij groeit in jouw kracht en in jouw evenwicht, dan ben jij steeds beter in staat om al die snelheden of wisselingen in jouw wiel te hanteren. Ja. Nou, er valt hier 1 lamp uit. Ik ga even kijken met de regie of we even als een kleine onderbreking kunnen gaan kijken naar het schaatsen op de langspier. Oh. Doen we even een korte break. Want het was namelijk afgelopen weekend de laatste keer. Ja, het laatste weekend op de Langspier. Een van jullie nog op het ijs in de natuur? Ja, nee. Nou ja, ik heb niet geschaatst, maar onze dochter gelukkig wel met heel veel plezier. We waren net in het filmpje wat we zagen, wat filmmaker Hans Verliemd gemaakt heeft. Die is voor ons naar de Langspier gegaan. Om deze mooie beelden niet te missen, waren we hier toch wel in een leuk gesprek ontwikkeld. Want Emmy, jij vroeg aan Yvette van wat voor mensen komen er dan bij jou? Misschien dat je dat is toch wel fijn om daar iets over te vertellen. Ja, ja, mijn antwoord was vrouwen zoals jij en ik. En ook mannen, want zeg maar de groepen, ik begeleid vrouwencirkels, maar individueel begeleid ik ook mannen. Mensen zoals jij en ik. Mensen met de vraag van ik loop ergens tegenaan, ik word geleefd, ik heb alles op orde en toch ben ik niet tevreden. Er knaagt wat. Mm-hmm. Waarom kom ik steeds eenzelfde situatie tegen, dezelfde soort mensen die me helemaal tot hier zitten? En hoe kan ik daarmee omgaan op een manier die beter past bij wie ik werkelijk ben? Nou, ja, ik kan aan doorgaan. Ja, dat zijn de dingen waar jij en ik gewoon tegenaan lopen. Ik hoorde jou net zeggen vrouwencirkels. Dat had ook mijn aandacht toen ik op de website ging lezen. Vrouwencirkels en het Keltische. Ik weet dat er nu al mensen thuis denken, nou, ik heb niet de indruk dat het dat is, Yvette. Maar ik ben heel benieuwd, wat kun je uitleggen over vrouwencirkels? Ja, wat we doen is, we komen een jaar lang iedere maand bij elkaar. En iedere vrouw voor zichzelf stelt een jaardoel vast. Waar wil ik het komende jaar in mezelf aan werken? En vervolgens lopen we 12 of 13 maandthema's langs. Eén keer in de maand, zei ik al, we komen een paar uur bij elkaar. Dan delen we even, want van tevoren krijg je een tekst waarin je kan voorbereiden met opdrachten over dat thema. Waardoor je even bij jezelf naar binnen kan gaan en zeggen van oké, wat is het wat me hierin raakt? In die bijeenkomst doen we oefeningen, visualisaties en ook eenvoudige rituelen. Die doe je allemaal op jezelf. Dus stel je voor, je komt even kort bij elkaar, het is een delen en iedereen verspreidt zich weer. En dan kom je terug, het is weer een delen en iedereen verspreidt zich. Mm-hmm. En op het moment dat je alleen in de bossen bent, krijg je bepaalde vragen mee. Heb je soms ook voorwerpen mee, die je gewoon zelf van huis uit meeneemt. En bijvoorbeeld in het geval van blokkades, ga je heel bewust blokkades loslaten. Het is zo eenvoudig en zo essentieel. Kun je iets over zo'n ritueel vertellen? Ja, een klein ritueel verklappen. Nou, wat we het afgelopen weekend hebben gedaan bij min 18. Min 18? Min 18, jeetje. Ja. Is onder andere, ik zei net al, blokkades. We zijn al 4 maanden onderweg, dus je moet je even voorstellen, de vrouwen hebben niet alleen hun doel voor ogen, maar ze weten ook wat hun passie daarin is en wat ze ten diepste verlangen. Dus dat hebben ze allemaal helder. Vervolgens komt deze maand de vraag, en wat is het wat jou weerhoudt om hierin vrij uit te stromen? Nou, stromen hadden jullie het net ook over. En dan komt bijvoorbeeld een van de vrouwen als voorbeeld, ja, ik ben zo perfectionistisch. Nou goed, die kennen we, hè? Misschien kennen we die, oké. Dan gaan we dus wandelen met de een heeft nootjes bij zich, de andere bladeren, takjes. Precies wat voor jou past. Ja? En dan ga je wandelen met bijvoorbeeld de vraag, waarom ben ik perfectionistisch? Ik wil het graag goed doen. Waarom wil je het goed doen? Omdat ik geen fout wil maken. Waarom wil je geen fouten maken? Omdat ik dat heel erg vind. Waarom vind je het erg? Omdat ik me dan zo klein voel. Waarom voel je je zo klein? Okay, ja. Kan je je voorstellen dat je dan steeds meer Ja, naar de kern. Kom je echt, inderdaad, als je zegt die laagjes. En als je die te pakken hebt, dan vraag je jezelf af of je bereid bent om dat los te laten. En dan doe je dat. Ja. En dat is één onderdeel van een ritueel. Mm-hmm. Kun je nog iets over leeftijden zeggen? Van, ja. Van alles gerommeld. Yvette, let op, er staat een microfoon bij je oog. Ja, want er is een camera of een microfoon niet goed, maar wij gaan hier gewoon door, maakt niet uit. De jongste vrouw die ik begeleid heb is 24 en de oudste, ik vind het een hele eer op dit moment, is 72. Oh, leuk hoor. Ja. 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 En dat, ik vind dat gewoon zo mooi, dat je dan ook op die leeftijd, of juist op die leeftijd, ook nog zegt: ik wil leren, ik wil groeien, ik wil ontwikkelen. Ja. En ik ben bereid om uit mijn comfort te stappen en ook met -18 door de bossen te gaan. Ja. En samen is dat ook een heel mooi geheel. Dus de jongen inspireert de ouderen en andersom. Mm-hmm. Dat is dan ook weer een belangrijk onderdeel van de traditie, van de Keltische traditie. En zeg maar de schroom die men zou kunnen voelen om, wat ik net aangaf, om bij een expositie binnen te stappen, dat zou ook kunnen zijn om met jou contact op te nemen, om te bellen voor informatie. Mensen, heb je nu gezien? De website, we laten nu even inderdaad een dia zien. Dan kunnen mensen gaan googlen om even te achterhalen waar het om gaat. Anam Cara. En ik schiet hier in de lach, daar gebeurt hier van alles. Maar dit is vrij serieus. We bedoelen het ook serieus, het is live. Leven zelf gebeurt van alles. Yvette, jij werkt ook als vrijwilliger in de palliatieve zorg, hè? Ja. Wat wil je daarover vertellen? Want daar was ik ook heel erg naar benieuwd. Okay, want kwam jij niet uit een van de twee een achtergrond in de verpleging? Heb ik dat goed gelezen? Ik ben ook verpleegkundige. Ah, oké. Ja. Ja, ik ben lid van Nabij inmiddels. Dat heette eerst het Palliatief Spiritueel Team. En dat hebben we 7 jaar geleden nu opgericht. Met als doel om... waar een wens is, degene die stervende zijn, om daar te waken of om daarin mee te lopen, om daarbij te zijn. De familie te verlichten als het gaat over ondersteuning of nabij zijn. En dat is wat ik doe, stervensbegeleiding. Ik vind dat heel bijzonder, het lijkt me zo moeilijk. Het is heel mooi. Ja, weet je, het lijkt me zo moeilijk wat jij doet. Maar op het moment dat je werkelijk raakt. Ja. En in een stervensproces wordt iemand steeds puurder en steeds meer zichzelf. En dan kom je ook bij de kracht van stilte en van jezelf zijn. Ja. Het is gewoon heel mooi en het is niet altijd makkelijk. Nee, dat is zo beslist. Nee. En hoe bruut het ook klinkt, zo bedoel ik het niet. Het is ook niet altijd makkelijk om bijvoorbeeld een topbaan te hebben in New York in de hoogste flat. En zo hebben alle dingen die we doen natuurlijk... de makkelijkere en de moeilijkere kanten. Ik heb van jullie ook nog een dia. Ik heb een stuk van de uitnodiging gebruikt. Zonder de 06-nummers, als ik het goed heb gedaan. Want mochten mensen nog graag willen komen kijken, dat kan natuurlijk. Heel graag. Ik ga eens even loeren of dat lukt. Kijk, hier kunnen we dat heel mooi zien, hè? Ja, prima. Nog even winter op Velder. Goed. Huize Grootvelder en Liempde. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze Dommelland Live. Heel erg bedankt jullie alle drie voor jullie bijdrage aan dit programma. En ik wens jullie enorm veel plezier en passie met hetgeen wat jullie graag willen doen. Nou, hartelijk dank dat we hier mochten zijn. Jullie dankjewel. Ja. Volgende week hebben we geen Dommeland in de live vorm, maar we hebben een terugblik op carnaval. En een aantal collega's van onze omroep die gaan daar ontzettend hun best voor doen om u mooie beelden en gesprekken te leveren volgende week. Voor vanavond heel erg bedankt voor het kijken en prettige avond nog.